2024. En het is nu inmiddels, de tijd, geen idee nu. Het is bijna 2 uur. En Rodi staat nu daar. Ja, want hij gaat naar zijn werk. Dag, schat. Ja, het is vies. Dus, en? Binnenkort eens eventjes door de wasstraat. En bij Bob en Bob auto was. Ja, die en die zeker vies. Maar die jou nog meer. Maar dat zie je niet, want het is je grijze auto. Haha, jammer joh. Dus ja, die gaat nu lekker naar zijn werk. Het is ook wel lekker weer, moet ik zeggen. Weet je wat ik eigenlijk wil kopen? Hé. Hey. Hola. Señorita. Hé. Hey. Dat is dag, dame. Weet je wat ik wil bestellen? Je hoort het niet eens. Nee. Je hebt zoiets van doei. Zoek het uit. Dag. Doei. Mazzel. Nou, die gaat dus lekker naar zijn werk. De dames liggen hier lekker. Oeh, ben je mooi. Alleen, ik kan plukken bij jou, schat. Kijk hier. Pluk. 1, 2. Ja. Dat is een haartje. Bah. Is je wies? Is je bah? Dat ligt nou, lady. Ja. Precies dat. Nou ja, het is 2 uur. Bijna, inderdaad. En het is 2:10, om het zo precies te zeggen. En ik heb ook weer gezellig bezoek. Olaf Vlog. Ja, nou, wat moet ik dan zeggen? Moet ik er dan van maken, ja. Hè? Moet ik er dan van maken? Ja, niks. Geen idee. Ja. Precies dat. Dus we gaan lekker weer vandaag chillen. Vind ik leuk. We hebben nog wel spulletjes voor de auto. Oh, gezellig! Ja! Zo, lekker pokerface. Lekker ingezoomd. Lekker ingezoomd. Ja, stop dit. Leuk man! Kijk eens wat we nou weer tegenkomen. Mijn god, hij is gaaf. Oh, als je nog niet G bent, nou dan word je het hier nou wel weer van. Ja. Maar deze velg ook. Ik laat die achterkant wel even zien van de velg. Maar hij is maat. Hij is gaaf. Oh, hij is heel mooi gedaan. Met hydrodip volgens mij. Ja. Hij is heel gaaf. Net zoals met dit. Hey, weet je wat voor motor erin ligt? Nee. Een 2-litertje maar. Ja. Zegt hij ook nog. Eens kijken met die mooie blauwe kameleonfolie. Jeetje mina. Ja, hij is wel heel gaaf. Maar nee. Het is maar een 2 liter turbo met 184 pk. Je zou toch echt denken dat hier gewoon een V8 in ligt? Hij is wel heel gaaf hoor. En met die velg ook. De tandjes. Dat is echt gaaf. Nou, maar die blauwe lijnen vind ik ook heel mooi. Misschien gedaan. Dat ik binnenkort kan regelen dat we even in een echte Mercedes even een goed rondje gaan rijden. Maar dat ga jij niet drinken in mijn auto. Ik wist deze reactie. Ik wist het. Laat mij even honger. Ik hap zo snel. Nou, een lekkere chili chicken. Is lekker, hè? Kijk, McDonald's is hier om de hoek. Dat is nare. Het is verleidelijk. Nou, en de winkels, hoor. Ja, ook. Die is de beste van deze regio, hoor. En samen met de binnenstad. Zullen we daarheen gaan? Zullen we daarheen gaan? Nou, ja, ik ga nu trek. Ja, het is prima toch? Dan gaan we daar naartoe. Ik vind het helemaal best. Dan wil ik een sherry hebben. Even kijken, hebben we ook nog een grotere sherry? Sherry cola. Nou, dan wil ik sowieso even 2 kassen hebben. Voor Ro en mij. Ja, kassen jongens, ik moet kassen hebben. Dit is ook. AA-drink. Ja, vind ik heerlijk. Energy-drink. Zit hier nu niet alleen in de auto? Nee, ik zit met deze puber in de auto. Letterlijk en gruwelijk. Met deze puber in de auto. Dank u wel. Oh, lekker warm. Weet je wat dit is? Oh, dit is zo lekker. Dit is koud, hè? Ja, dat is lekker. Dat is koud. Nee, maar lekker. Dat ga ik ook zeker doen. Servetjes. Doe hem daar weer tussen. Pleur ik deze weg, want dan is het te koud. Mooi. Ja, mooi. Hoppa. Hè? Is dat voor lekker een broodje? Gewoon
eigenlijk gewoon een broodje kipcorn. Ja. Daar had ik al de hele dag zin in. Ja, ja. Nee, maar echt, ik werd vanochtend wakker. Ik had echt zoiets van, ik heb ja, zin in ja, ja. Kijk, lekkere groente, lekker sla. Ik heb zelfs gedroomd over broodjes kipcorn vandaag. Dus ja, kipcorn, ja. Laat maar, ik ben nog niet wakker. Lekker, hè? Sorry. Toch leuk. Oh, maar dit is lekker, jongens. Heerlijk. Ah! Zin in. Oh. Mm. Mm. En maar dan is het koud nog lekkerder. Yummy. Mm-hmm. Maar die klok moeten ze gewoon eigenlijk gewoon weer terugzetten naar de oude plaats. Ik weet niet beter dat de klok bij ons op de oude zaak staat. Dat is de oude zaak. Ja, dat weet ik. Jo. Dat weet ik. I know. Dat weet ik wel. Maar deze klok die stond altijd op en op het plein. Aan de voorkant tussen het Malieveld en bij het CS. Centraal station daar. Daar stond hij altijd. Als ik altijd naar Lijnbaan fietste, was het altijd dat. En dat ik even op die klok keek van oké, ben ik nog wel op tijd. Maar ja, en ik fiets nou niet meer. Ik heb wel een fiets in de schuur, maar ik fiets niet meer. Heel slecht. Mm. Dat klinkt heel herkenbaar. Yo! Lekker man! Goed af, meneer. Bij mij. Mm. In de auto. Als je gaat eten. En de hartje moet te weten. Ja. Dat wist je al. Ja, sorry mensen, maar dat weet ik heel erg niet. Want ik heb groene goddels en daar zie je alles op. Ja. Geef je ook geen ongelijk? Toch niet? Maar zo. Hou we zo. Nee, moet ik ook niet proberen. Nee. Weet zo, 171 keer bekeken. Wat? Een vrachtwagenchauffeur ontmoeten. Leuk man. Nou, wij gaan even verder eten. Ja. Yeah. Ja. Verkopen en die nog auto's dan, oké. Nou. Je wil hier toch niet voor geen goud wonen zo hoog? Nee, ik wil dan inderdaad geen goud wonen. Ik weet niet waar het over gaat, maar goed. Zo hoog. Maar in zo'n kraan wil ik al eens een keer zitten. Dat en dat wel. Zeker. Echt. Is lekker. Maar koud en maar koud is het lekkerder. Nog nooit iemand horen zeggen. Nog nooit iemand horen zeggen. Vannacht nog koud lopen eten. Vannacht. Vanochtend. Gewoon kopen en dan af laten koelen een paar uur en dan op die nest opeten. Handig toch? Wat ga ik denk ja? Was wel een beetje aan het kijken. Ah.
Heet. Ja, even ja. Oh. Dan zal ik wel een looie pijp hebben of zo, denk ik. Hoeveel borden zie jij met en met dat en dat je daar en daar dan niet in mag rijden? Hoeveel borden? Een looie pijp, ja. Zeg maar daarheen. Ja, daar ja. Daar naartoe, ja. Gewoon waar 1, en waar? 2, 3, 4, 5. Ja, dus en dus als je dus die kant op wil weer en naar de stad. Zeg maar. Ja, maar dan moet je denk ik zo om. Ja, maar hoeveel borden zie je dan? 3 toch? 1 en 1 hele grote terug met ga terug toch? Nou, maar deze twee rode zijn ook weer. Voor even deze rode. Klootzak. Grapjes naar gewoon eruit. Ja. Dag. Volgens mij vindt het helemaal 3 keer niks dat wij zo voor met elkaar omgaan. Wat intens ziet, jongen. Dik. Heel dik. Acra systeem eronder. Netjes, man. Heel netjes. Ja, ik weet niet of je het erg vindt dat hij op YouTube komt of niet. Nee? Als wij maar niet erop. Hoe heet je kanaal dan? Niet mijn kanaal, is haar kanaal. Ah. Ja, je kan op de kentekenplaat houden, zeg maar. Kan je kijken, staat. Staat op YouTube. Ik maar niet erop komt. Ah, kan gewoon. Kunnen gewoon blur of zo. Ik film die dan een beetje aan de zwart. Die is ook wel mooi, hè? Ziek toch? Netjes, heel dik. Ah, joh, een beetje plezier maken. Jij is aanlaten. Ja, je gaat je hartje toch wat sneller van kloppen. Ja, zeker wel. Maar auto's of motoren? Als je auto's mag je niet weglopen. Weet je wat het is? Ik hou van allebei. Ik heb een auto en een motor. Nee, dat is leuk, man. Wat is de motor rijden dan? CRM 250. Uit 1989. Stunmotor. Enduro. Ja, enduro, ja. Oud maar goud, zeg ik altijd. Ja, van mijn vader geërfd. En ik ben zelf een Evo aan het bouwen. Echt? Ja. KTM toch? Nee, auto, Mitsubishi. Oh, weet je. Dus. Oh, het namelijk nog XC. KTM. Stond wel dik.
Dat moet eraf, hè? Ja. Jongens, dan hebben we hier zo een oldie. Een Citroën. Een hele oude, mooie Citroën. Dat zie je niet vaak rijden. Nee! Dat zie je echt niet vaak rijden, nee. We zijn onderweg. Ik heb al iemand nou net aan de telefoon gehad. En die denkt dus nu dat ik naar een vriendin toe ga. Ja. Maar dat is niet zo. Nee, ik heb wat in de kofferbak leggen. Voor u. Ja. Haha, grappig, want ik kom zo meteen bij u langs. Ah! Bij mama. Ja! Juf! Boom! Ba! Kaboom! Ja, vind ik leuk. Ja, gauw mama even pesten. Hi mam, gaat het? Ja, wat zou je denken? Ja, gewoon kut. Ja, het is nou vandaag 25 februari, dus ja, het is een kutdag geworden. Dus ja, ja, het is gewoon kut. Ja, was het maar kut. Hartje er nog wat aan. Oh, dat is zo leuk. Ja, mondvol en zeep, zou ik willen zeggen. Ja, dus nee, maar inderdaad, we gaan nu lekker naar mijn modder. Ja, naar mijn modder. Thank you.
film jij? Ja, wesh joh. Ja, dat. En dan had ik. Nou, dat is, en dat is dus Angelos. Angelos, nou ja, ik ben de moeder. Ja. Dus ja. U ken ik van de vlogs. Ja. Nou, ga even zitten nog, man. Ja, nou, dan moet ik even. En mijn broek moet ik even omhoog. Hij is u. En wie is dit? Dat is Elwing met de G op het einde. Een meisje dus ook. Ja. Want Elwing met. Ga eens, kom eens hier. Dan heet je Spa. Okay. En die kleine heet Rijka. Dat is ook een meisje. Ja, allebei. En dat is ook een meisje. Dat is mijn zwager. Angelos. Hoi. Godje. Nou, ga zitten, meneer. Later. Ja, mag je ook. Je weet hoe. Je weet hoe. Moeders. Ja, ik wil gelijk eventjes met hem de deur in huis. Ja, is goed. Hij schaadt. Hoi. Eerst ook even knuffel. Wat? Ja, hij schaadt. Gaat hij goed? Mooi, fijn. Snoepie, hè? Oeh, krijgen jullie Snoepie? Oeh, even kijken. Haar en haar, haar hebben wij opgehaald en vanaf pup, hè, meid? Die pakken. Zo. Dan heb ik geen bril op, dus nu zie ik ook onder. Althans, Rikke. Hoe schat. Dat is voor vrouwtje. Een beetje wazig, oud. Hi, kind, kom eens hier. Kom. Kom eens hier. Nou, nee, tuurlijk niet. Kom eens hier. Kom dan. Hi, schat. Kom even rustig. Ja, zo meteen. Wat is dat? Even rustig, hè? Ja, zo. Die en die samen. Hi, schat. Zo. Ja, even vanaf. Kom. Rijka, kom. Rijka. Rustig. Nee, die heeft zoiets en ik wil lopen. Gezondheid. Gezondheid, Rikke. Kijk eens. Ja, oh. Nee. Rijka. Hier. Rijka. Ja, en zo is Mario met de meisjes aan het lopen, maar er zijn wel vier andere benen. Ja, het zijn er totaal vier. Nou, die benen, ik denk dat jullie die wel kunnen. Want er zit Karin aan vast. Die is onverwachts gekomen. Dus ja, dan weten jullie wel weer wat ik deed. En dat was in tranen uitbarsten en met mijn mond wagenwijd openstaan. Ja, dat verwacht je niet. Ik verwachtte haar echt niet, nee. Maar ja, ze had iemand mee en die stelt zichzelf even voor. Ik ben Angelos, maatje van Karin. Een maatje. Ja, en van wie nog meer? Ja, en van Harit. Die ken ik ook al 4,5 jaar. Dat is dus mijn zoon. Maar in ieder geval. Ja, ik ben blij dat mijn meisje er is. Dat is mooi. Ja, echt wel. Nou, Angelos, jij mag het geven. Die nou, we gaan even naar de Jumbo. En Karin die zegt, nou, die zal mijn moeder vast wel lekker vinden. Nou, dat is die. Volgens mij wel, toch? Ja. Ja, dat dacht ik. Ja, die lust ik wel, ja zeker. Ja, dat dacht ik, alstublieft. Dankjewel. Ja, en ik zou uw camera maar neer gaan zetten. Nee, ik zal eerst even met mijn man. Ik heb het niet ingepakt, dan had ik zoiets van, dat ga ik niet doen. Maar het is wel breekbaar. Is het breekbaar? Dit is heel breekbaar, ja. En ik schrik met haar. Dit is heel breekbaar, dus kijk uit. Ja, mama. En eigenlijk weet u al wat het is. Dus ik zou zeggen, kijk maar. Maria. Zeg het nou wel, Maria. En het zit nou niet en niet in die bubbeltje folie ding. Nee, andere kant. Die ja. Bovenkant. Ja.
Mag ik hem nog even goed filmen? Ja, dank u. Ja. Alsjeblieft. Dank je, schatje. Ja, nu wel, ja. En dan zien we daar de mooie vuurtoren van Den Helder. En wat is het gaaf om te zien, hè? En je kan ook nog, als je wil, hier en hier heb je een knopje. Ja, nachtstand zeker. Ja, en dan moet je een beetje inzoomen. Kijk, wordt dit nog mooier. Wat gaaf, hè? Kijk, dit is nog gaver. Ja, als je hem zo hebt, ja. Ja, zo staat hij er heel mooi op. Ja, echt heel, heel mooi. En kijk eens hoe gaaf dit is dan. Gelijk eronder. Dan zie je precies al die lichtstralen. Dat is gaaf hoor. Zo, als je misschien... Nou, dat ga je niet kunnen zien op camera, maar vanaf hier kan je helemaal zien ook zeg maar hoe die lamp aan het draaien is. Kijk, staat er recht onder. Dan kun je ook al die rails en relingen wat er omheen gebouwd is allemaal en antennes kan je ook heel goed zien nu. Ja. Ja, dit is cool. Wil je zo terug, schat? Ik ga wat doen. Foto maken. Gewoon, dat is een heel mooi shot. Dit is thumbnail waardig. Ja. Ja, en toen zat ik dus wederom weer in de auto. Maar nou niet samen met Angelos, waar ik al de hele dag weer mee in de auto heb gezeten. Nee, maar nu met mijn eigen lieftallige man. Ja. Ja. Waarom? Heel erg aan het werk. Eindelijk naar huis. Maar nee, jij moet weer hier naartoe. Dan moet ik nog een keertje aanrijden. Ja, want we zijn weer wederom bij de Mackie. Ja, waar ik ook vanmiddag was met Angelos. Ja, is leuk. Schappig. Hoezo? Dat je grappig vindt. Ja. Waarom? Waarom is dit grappig? Omdat dit grappig is. Dat leuk is. Ja. Waarom is het leuk omdat het grappig is, zeker? Ja, ja, precies. En dan is het goed. Ja, leuk hè? Dus, en nou is het wachten. Wat wil je hebben? Wat zou je willen hebben? Wil je ook iets nieuws proberen? Ja, proberen wel. Dat is niet lekker, maar jij toch beter. Ja, prima. Best. Best. Dat is wat aan de rondjes. Best. Dat is ook wat lekkers. Ze krijgen nooit wat van jou. Zult u? Nee, precies. Dat is wel. Echte. Ja, bijna wel. Nee, vaak krijgen ze van jou toch een hamburger zonder rommel. Ja, klopt. Maar die krijgen ze en volgende maand wel weer van mij. Deze maand mogen ze dan worden. Ja. Ze lief zijn geweest. Ja, precies. Dus ja, we gaan even lekker eten bestellen. Yes. We hebben Mackie, Mackie, Mick. Kijk eens, schat. Ja, nog meer doekoe. Nog meer doekoe. Dat is waar. Deze is voor mij. Jammer. Nou. Cheese, schat. Nou, dan ben ik benieuwd wat je er zo meteen van vindt. Ja. Ja, jij wel. Dat jij wel. Wat zei ze? En bij het raampje? Nou, smeerlijk. Zus bij. Ja, even wat. Daar staan op en daar zit de ei op. Ja. Ja. Eens even kijken. Ja. Toen het raampje weer dicht. Was je er even aan toe? Ja, ik wel. Ik kan wel. Dit is wel heel erg juicy hoor. Soms zijn ze zo droog. Ja.
Een andere keer druipjeswand vet. Mhm. Maar deze is lekker. Ja, ja. Nou, dan ben ik benieuwd wat je van die andere vindt. Mhm. Ja, ja. Lekker vast wel. Yummy. Nou, even kijken wat je ervan vindt. Dat is een broodje. Jo. Meent het. Ja. Broodje kip, lekker. Weet je nog niet? Hoop ik. Nou, gewoon een brood. Ik heb de specials onder rommel erop. En een broodje met kip. Ja. Drogelig, maar ja, het smaakt naar raar. Maar de brood met kip. Cheeseburger vind ik lekkerder. Maar, Emma, stel ze hebben het niet. Oh, dat is lekker. Hè? Huh? Dat is goed te doen. Ja, de. Ik zal alleen wat ketchup op doen. Ja, alleen dat doen ze niet. Dus niet alleen dan die... Ja, of je kan het vragen. Je kan zelf ketchup in nemen. Ja, kan. Dat kan allemaal. Mm-hmm. Ketchup hebben ze hier ook. Dat kan best waar. Mm-hmm. En bij de raam dan. Maar dan zonder de saus en die erop moet. Maar zouden jullie er wel misschien even wel ketchup op kunnen doen. Mm-hmm. Maar dan is het waarschijnlijk druk geweest. Mm-hmm. Oh, lekker man. Mm-hmm. Mm. Alsjeblieft, even verder met muziek. Nee, dit is Benny. Dat zeg ik. Nee. Even. Oh. Ik denk even verder qua nummer, qua even. Nee, dat werkt niet. Wat niet? Dat de motor uitzet. Bij mij werkt het wel gewoon, hè? Ja, bij jou wel. Mijn ding is gejat, ja? Nou. Net of je een broodje kip hebt zitten eten, zeg maar. Oh, kijk. Het zit vol. Die andere broodjes in, ik kan maar lekker thuis als ik lekker op bed lig. Daar lig je dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken.